Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar de imitatieshow. Vorige week hadden we RTL Boulevard in de imitatieshow. Dat betekent dat we deze keer misschien moeten denken aan de concurrent. Shownieuws. Ik heb even gekeken, er zitten iets minder uitgesproken types in Shownieuws dan RTL Boulevard. Of nou ja, laat ik het zo zeggen, die liggen iets meer buiten mijn bereik. Boulevard ligt meer binnen mijn bereik, denk ik. Dus het wordt een iets kortere aflevering deze keer. Met een aantal mensen van Shownieuws. Here we go. Wat zou jouw antwoord zijn? Ja? Nou, welkom bij Shownieuws. Mijn naam is Diante. Ik klink altijd een beetje verkouden. Alsof ik een beetje verkouden ben. Nou, het schijnt toch omdat er wat strubbelingen zijn. De kleinste André die vierde vandaag zijn verjaardag. En daar gebeurde iets bijzonders. Ik vind dit geen communiceren. Ik vind dit ijdeltuiterij. Sorry. Waarom zou je dit niet bereiken? Die mensen kijken ook naar de persconferentie. Sandra Schuurhoff. Ik heb altijd een lekkere rollende R. Waarmee ik graag over het Koningshuis praat. Maar ook over de politiek. Ja, waar praat ik eigenlijk niet over? Ik denk toch dat hij daar meer op had moeten anticiperen. Nee, dan doe het niet. Het is toch een beetje ijdelheid. Hè? Nou, we zitten in de grootste crisis die Nederland ooit heeft meegemaakt. Dan kun je dit gewoon niet doen. Dat zeg ik, dat is mijn mening met mijn R. De grootste crisis. Nee, helemaal niet. Nee, ik ga daarop broeden. Ik ga allerlei namen aan je geven. Ik vind dat gewoon belangrijk. En dat zeg ik ook met heel veel mimiek in mijn gezicht. Nee, helemaal niet. Ik denk dat er juist ook te weinig effort voor wordt gedaan. Soms gooi ik er gewoon even een lekker Engels woord in, zodat het gewoon even wat, wat jonger wordt. Ik bedoel, ik zit hier altijd met die oude rakkers aan tafel. En ik wil gewoon dat even die Linda-kijker, die Linda-lezer, gewoon even erbij betrokken wordt. Ik vond het weinig diversiteit. Ik vond het een hele weinig diverse groep die daar stond. En daar vind ik toch dat ik daar wat over moet zeggen als hoofdredacteur van de Linda. Maar ik vind het wel een terecht punt. Er wordt natuurlijk altijd gekeken naar diversiteit, hè? Dat... Nou, ik ben hier gewoon kritisch over. En in godsnaam, maak een beetje vrede met elkaar. Ja, nou, ze heeft tegen die Juice Channels gezegd dat ze daar geen uitspraak over doet. Ja, nou, ze zegt dat wel in de verleden tijd. Toen ging ik met André, dus nou, ja. Oh ja, ik zit eigenlijk niet meer bij Shownieuws, maar ik heb natuurlijk wel echt heel veel ervaring in de showbusiness, zeg maar. Ik heb natuurlijk ook ergens de boulevard gedaan hiervoor. Ik kom gewoon natuurlijk lekker uit Waalwijk, maar ik heb wel gewoon een lekker Gooise R aangemeten. Maar ik vind het gewoon echt serieus super leuk om te zien, zeg maar, wat gewoon mensen in de showbizwereld allemaal doen. Ik maak daar ook heel graag interviews over. Ik vind het waanzinnig om dat te zien. Ik ben ooit begonnen in de mode, hè, modemeisje uit Waalwijk. Maar inmiddels doe ik gewoon ontzettend veel voor televisie, wat ik gewoon echt super leuk vind om te doen. Voor SBS nu met name, dus ja, dat is gewoon echt super. Dat was hij dan, de imitatieshow van deze week. Volgende week is het aflevering 10 alweer. Dus dan wil ik een iets uitgebreidere aflevering opnemen. En dan wil ik een Q&A gaan doen. Dus mocht je vragen hebben over mijn imitaties. Of hoe ik dat doe. Of hoe dat ooit is begonnen. Dat soort vragen die krijg ik wel eens van jullie. En ik dacht, laat ik die nou allemaal in een video beantwoorden. Dus mocht je vragen hebben, laat het me weten in de reacties. En dan zie je ze volgende week in de Q&A. Dus, tot de volgende!